Welkom bij Cheap Advisor, een gierige serie waarin wij als supergierige boys tot het uiterste gaan om jullie van ontzettend gierig advies te voorzien. Alsjeblieft niet bewegen. We gaan geen uitdaging uit de weg en komen met twee gierige adviezen. Wie van ons wint deze battle? Dat bepaalt onze opdrachtgever. Dit is Cheap Advisor. Dag, dag. Ik ben Mark Banes, 69.000 volgers en 200 still counting. Ondanks de shadow ban. Ik ga vandaag meedoen aan een nieuwe aflevering van het programma Cheap Advisors, is me net verteld. Dat is een programma wat gierige gasten maken. En dit zijn de twee teams. En we gaan goedkoop advies geven voor de mensen die het programma nog nooit gekeken hebben. En mijn dagfee is €500. Maar er gaat 17% naar mijn management. Wat ik behoorlijk veel vind. Wie is hier nou de gierige gast? Hey, nou ja, in ieder geval, wij moeten inderdaad goedkoop advies geven. In de vorm van... Laat maar te lang. Hey Rick, jongen. Heb jij advies nodig? Ik kijk graag naar live sport. En dat mis ik op dit moment enorm. Natuurlijk de beving van het aanmoedigen mis ik. En daarom wil ik graag gierig advies om voor een budget van maximaal €50... Ja, alsnog live sporten bekijken in deze tijd. Oké, duidelijk. We gaan aan de slag. Hey Rick. We gaan er wat mee doen. De opdracht is duidelijk. Ja, hij wil gewoon een sportevenement bijwonen. Of in ieder geval... Het gevoel hebben. Ja. Ik begrijp dat wel in deze tijd, dat je daar echt op zit te wachten. Oké, succes. Rick wil de voetbalwedstrijdervaring hebben, dus wat een plan. We hebben weinig tijd, want vanavond is de wedstrijd Vitesse tegen Sparta. In Rotterdam is eigenlijk Sparta tegen Vitesse. En die willen we bekijken in onze hoogwerker. Mag ik er ook nog wat over zeggen? Ja, ik dacht vanaf hier pak je hem op. Nou ja, wij hebben dus na heel lang wikken en wegen onderhandelen en door heel gierig te zijn... Ja, ja. ...hebben wij dus 70% korting gekregen op deze hoogwerker. Ja, en met verzekering en al was dat nog steeds de hele dag FIFA Mark. Maar dat maakt niet uit, want we gaan wel winnen. En wat gaan we doen meteen? Nou ja, wij gaan andere wedstrijden, amateurwedstrijden, gaan wij bijwonen als ware supporters. Ja. Maar dan zijn zij misschien niet professioneel, ja. Maar wij wel. Dus op een voetbalveldje, tennis. Tennis, alles wat nu gaande is, jullie zijn de lul. Of nee, dan? Jullie mogen blij met ons zijn. En die gaan we echt tracteren op echt grote hooligan-achtige fanatisme. Hooligan. Spandoeken, klappen. Toeters. Allé, allé, le bleu. Dat, toch? Laten we het doen. Laten we het gewoon doen. Oh, oké, die was niet mis. En was ook niet raak. Hoe heet je? Yeah, hoe heet je? Daar is hij. Ja hoor! Ja hoor! Kom op, laatste ronde. Kom. Je bent er bijna. Oh, daar is hij in de zin. Hooligans. Kom op. Kom op. Kom op. Je kan het. Nog even. Laatste stukje. Naar voren. Let's go. Ja. Wat een sportwedstrijd hier, hè? Niet normaal. Niet normaal. Ik zie je kijken. Ja, je kan het. Nee, deze kant. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Deze kant op. Kidding, hoe werkt dit? Nee. Hey. Hey. Kom op, jongens. Wat tof. Ik weet niet. Wat is dat? Hey. Ja, mooi, man. Nou. Laten we even de key points bespreken van vandaag. Het kasteel zit hier om de hoek in spannen. Jij mag trouwens nog niet drinken, oude sheriff. Ik moet nog rijden. Ik heb een verrassing voor jou. Ik heb namelijk heel goedkoop weten af te dingen bij een spandoekenboer. Jij hebt een spandoek bijgehaald. Daar heb ik een spandoek bij gehaald. 25% korting. Lekker. €11,50 in het laadje. Ja. Maar dan wel een ongelooflijk mooie spandoek. Wat gaan we erop zetten dan? Hup! Holland, hup! We zijn toch neutraal? Ja, we zijn neutraal, maar dan is het dan niet... We zijn neutraal. Niet... Hup! Ik ben niet per se pro-Sparta of pro-Feyenoord. Dan is het gewoon hup voetbal. Hup voetbal. Hup voetbal, hup! Hup voetbal, hup! Hup voetbal, hup! Voetbal! We staan nu bij een tennisvereniging, maar ze hebben ook padel. Wow. En dan gaan we iemand aanmoedigen, ja? Je bent nu een hooligan, ja, even in je rol. Oké, Niels. Als we dus zo meteen bij een baan gaan staan, moeten we even de naam van degene die aan het spelen is even opvangen. Dan ja. Kunnen we die naam vervolgens verwerken op een spandoek. Oh, dit wordt wel next level aanmoedigen. I know, right?
Dit is een poort. Ja? Ja, daar kom je waarschijnlijk alleen in met een pasje. Oké, laten we even om het hele complex heen lopen. Misschien hebben we ergens een lek. Oh, dit is wel echt first row. Ja, dit is wel echt nice. Dit is heel nice. Wil je een biertje? Oké, nu moet erachter komen hoe die heet. Ja, maar we gaan wel echt even goed aanmoedigen. Stelletje. Oh. Jongen, niks. Hij zit midden in die wedstrijd nog. Ja, hij zit helemaal in. Hij zit er helemaal in. Hij zit er helemaal in. Oké, zal ik dan maar naar boven komen? Ja, kom. Ja, kom. Nee. Hallo. Er zijn supporters. Er zijn supporters. Misschien een hele rare vraag. Hoe heet je? Nee, geen zin in? Oké. Okay. Hij heeft er geen zin in support. Nou kijk, dit is toch een heel leuk spandoek geworden, toch? Oh. Zo. Zo. Hup, voetbal, hup! Laat hup, heel voetbal, nu. Hup! Mannen, Pita, Pimos! Hup, voetbal, hup! Hup, voetbal, hup! Hup, voetbal, hup! Ik denk als we zo meteen aankomen, dat we best wel snel iemand hebben die aan ons gaat vragen wat komen we hier doen. Dan moeten wij dus heel snel die auto neerzetten en omhoog gaan. Want als we op de grond staan en ze komen ons vragen wat we aan het doen zijn, komen we de lucht niet meer. Wij zien er toch wel uit alsof we weten wat we aan het doen zijn? Dat is wel waar. Nee, ik denk oprecht, als wij niet zo snel mogelijk de lucht in gaan, hebben we een probleem. Maar zij staat niet dichtbij genoeg. Jawel, we kunnen het toch nu toch zien? Oké. Okay. We kunnen het eigenlijk nog hier al bijna zien. Maar we moeten dus helemaal omhoog. Het valt me nog best wel mee dat niemand even kon vragen wat we hier aan het doen zijn. Ja, maar dit was toch ook super sneaky gefixt? Nou, inderdaad. Oh, daar komt een man aan. Snel. Snel, die komt vragen wat we doen. Meneer Baanders, bent u er klaar voor? We hebben geen tijd meer voor. Ja, rijd je maar. Oké. Ja. Daar gaan we. Oh jee. We gaan nooit meer naar beneden. Hier komt de man. Ik heb altijd al een voetbalwedstrijd willen zien en voor beide partijen willen zijn. Nou, dan is dit de dag. Hey, kijk, we hebben zo'n ondergang met z'n tweeën. Wat romantisch. Kijk even naar de zon. Het is prachtig, maar Mark, dit is fucking hoog. Ja. We dachten dat we toch misschien eventjes wat van de wedstrijd mee konden pikken zonder in het stadion te zitten. Maar... En we hebben een mooie spandoek. We hebben een mooie spandoek. We zijn voor allebei de partijen ook, hè? Ja, we zijn onpartijdig. We zijn onpartijdige voetbalsupporters. De neutrale toeschouwer. Hier, deze is... En wij... Hup! Hup, voetbal, hup! Hup, voetbal, hup! Hup, voetbal, hup! Ik heb het vermoeden dat ze de politie aan het bellen zijn. Maar die komen niet zo hoog als dat wij zijn, vriend. Klaas, toch? Klaas, toch? Hoe heet je? Gideon. Hoi, ik kom heel bekend voor. Oké, Gideon. Hoe smooth was dat? Gideon. Spel je dat? Gideon. Waarom niet makkelijk? Waarom niet Jan of zo? Gideon is G-I-D-E-O-N. Gideon. Hartje? Gideon? Hartje? We love you, Gideon. We do. We love you, Gideon. We do. Wil je echt zo hoog? Oh, laten we maar doen dan. Ik vond het al eng, hoor. Oh, mannen. Ik ben geen watje. Ik ben geen watje. Nee? Oké, okay, dan gaan we. Oh, ja. Oh ja. Misschien bier is misschien voor later. Ja, misschien, want anders krijg je een boete voor bier. Dus, het moet wel een cheap advice blijven, zeg maar. Zo. Goedenavond. Een hele goede avond, meneer. Hoeveel staat het? Nou. Nou, wij hebben een van een van onze fans, Maat. Fenrik. Maat, daar gaat hij. Fenrik. De bal is in de 16, hij wordt weggekopt. Ja. Ja. Nee, dat begrijp ik. Laten we even naar beneden gaan. Ja, dat voelt toch als een dreigement.
Ja, dat voelt wel als een dreigement. Daar ben ik best gevoelig voor. En we zijn onpartijdig, we zijn vrienden met iedereen, dus we gaan ook, niet... We zijn, nee, we zijn ook van jullie. We love you Gideon, we do. We love you Gideon, we do. Oh Gideon, we love you. Gideon, Gideon, Gideon. Gideon, Gideon, Gideon. We hebben geen, we hebben niet, we hebben geen, we hebben Gideon, Gideon, Gideon. We love you Gideon, we do. We zijn al klaar. We love you Gideon, we do. Oh Gideon, Gideon we love you. Gideon is er niet meer. Gideon is weg. Waar is Gideon? Gideon! Gideon! Gideon was al klaar. Was al klaar, die is al naar de kleedkamer. Heb je nou het gevoel gehad dat je nou echt een wedstrijd hebt? Ik heb het gevoel gehad dat wij echt support hebben kunnen bieden. Wij willen hier de boel niet verpesten. Maar we willen ook niet dat jullie de boel verpesten. Nee, dat willen we ook niet. Dus ons compromis is dat jullie gewoon zorgen dat jullie, en dat is volgens mij max 10 minuutjes, afmaken als jullie dat gaan doen. En als jullie daarna weggaan, dan wij hier gewoon weer rust. Is dat een idee? Oké. Okay. Dat vind ik echt heel coulant. Ja? Dankjewel. Ja, zeker, ja, dankjewel. Dat had ik niet verwacht, dankjewel. Toppie. En ik weer dat skybox gevoel. Holy shit zeg! Holy fuck! Kijk eens aan! Dit is hoog! Dit is echt tering hoog! Ik heb alweer helemaal een schorre stem met die rotstem van mij. Wil je alsjeblieft niet te veel bewegen? Kijk nou jongens, dit is toch... Hup! Voetbal! Hup! Daar zijn ze, daar zijn ze! Hup! Voetbal! Hup! Hup! Voetbal! Hup! Hup! Voetbal! Hup! Kom op Vitesse! Vitesse en Sparta, lekker mannen! Ja! Kom op Remco! Zet hem op hè! Zet hem op jongens! Hup! Voetbal! Hup! Hup Vitesse! Kom op Mazur! Sparta, jullie ook succes! Hup Sparta! Hup! Hup Sparta! Hup Vitesse! Hup! Hup voetbal! Unde! En wie niet spreekt? En wie niet spreekt nou niet van voetbal? En wie niet spreekt nou niet van voetbal? En wie spreekt nou van voetbal? Kijk, mooi hoor. Voor minder dan 50 euro. Nu weer naar beneden. Succes jongens! Jullie moeten het zonder ons doen. Ga je goed? Dan ben jij een ongelooflijk gierig. Egoïstisch. Gier gewoon. Maar toch vond ik het erg gezellig met je bovenin. We hebben maar liefst 4 passes gezien en een duimpje van Remco Paspoort. Dat is wel een ervaring. Met een prachtig uitzicht. Ik vond het wel heel erg gezellig vandaag. Hey, Ricky, Ricky boy. Ricky. Wij hebben een ziek advies voor jou. Daar word je blij van? Ik ben benieuwd. Oké, zullen wij hem aftrappen? Ja, laten we hem aftrappen. Oké, Rick, wij hebben het gewoon simpel gehouden. Wij zijn gewoon naar amateursportwedstrijden gegaan. Ja. We zijn willekeurige mensen gaan aanmoedigen. Het was fucking vet. Wij vonden het heel leuk. En die mensen waren ook zo blij met ons bezoek. We hadden fakkels, we hadden... Laat even bij jou de bal leggen. Wat vind jij belangrijk als jij een team gaat supporten? Spandoeken, fakkels, dat soort dingen. Ja, ben je nuchter als je een wedstrijd zit te kijken? Ik miste wel, ja. Oh, oké. Okay. Oh. Ja, dat had je wel kunnen zeggen in de voorwaarden. Nou, wij lukken niet. Wij hebben al die drank gestopt in onze hoogwerker. Want dat brengt ons bij ons verhaal. Ik dacht, met die dagvier heb ik wel zin om wat leuks te doen. Dus we hebben een hoogwerker gehuurd. Dat kwam op iets boven de 50 euro uit. Maar je zit dan wel in een soort skybox. Wij zijn naar een echte voetbalwedstrijd gegaan in een hoogwerker. Oh, nice. Dus de vraag is dus wat je wij gingen zeg maar boven het stadion uit en dan konden we het zien. Oké, genoeg. Ik wil de eindscore weten. Rick, wat is het allerbeste advies? Nou, ik vind die hoogwerker wel... Het is wel blijf boven mijn budget, maar ik vind het wel een heel erg origineel idee. Dus ik geef die 5 sterren.
En jullie idee vind ik ook heel erg origineel met de spandoeken en alles. Geef ik 4 sterren. Fenrik is van ons, mens! We hebben gewonnen! Zet het je zatlappen! Wil je ook de outro doen? De intro ging namelijk vlekkeloos. Ja, maar ik heb nu toch al over een klein aantal bolletjes. Wat doe jij maar de outro? Laat het weten in de comments. En wie weet doen we dit allemaal voor jou in de volgende aflevering. Ja, bedankt voor het kijken en tot volgende week.